Hallo, jarige Job. Hallo, wat ben je prachtig. En wat heb je grote poten. Jeetje. Ik vrees dat jouw personeel gelijk heeft in wat voor kapsel eruit gaat komen. Ja, dat zal een heel funky hanenkammetje worden. Maar je zit inderdaad flink vast. Dus dat gaat er kort pittig uitzien. Je bent niet de enige die er dan zo meteen uitziet. Dus je hoeft je niet te schamen. Nergens voor nodig. Hallo, wat ben je mooi zeg. Ja, hier zie je ook wat plukkerigheid bovenop de kop. Kijk, dat is bijna zo uithalen. Zo'n klein slikkerborsteltje is daar echt perfect voor. Om die plukkerigheid te verhelpen. Kijk, hoppatee, een paar strookjes. Dan haal je mooi dat oude haar heel zachtjes ertussen uit. Waardoor die plukkerigheid verdwijnt. Ik ga even uw manicure doen op uw verjaardag. Als u dat goed vindt, eens even kijken. En hier zit er nog eentje. Goed gedaan. Die is mooi kort. Die pootjes stijf. Ik weet niet of ik dit leuk vind. We gaan zo door met de massage. We maken er gewoon een verjaardagsfeest van. Duimpie, die zit ook goed. Nou, als eerste op het menu. Wat lekkers te snuffelen. Hey, ik laat mij nou maar gewoon met rust. Eens even kijken of jij wat te snuffelen vindt. Hey, of jij dat lekker vindt. Even een beetje kroelen. Goed zo. Even naar uw tandjes kijken. Beetje rood achterin, valt mee. Heel goed. Nou zeg. Even van je afschudden. Nou, bovenop, precies op de ruggengraat, daar gaat het eigenlijk heel goed. Dus die kan ik sparen, maar alles daarnaast, dat gaan we wegscheren. Nee, mag dat? Mag dat eventjes? Vind je die niet lekker ruiken? Met je gevoelige oortjes. Hé, hey, schatje. Hé, hey, schatje toch. Even laten wennen aan het geluid. Ja, wat is dat allemaal, hè? Op je verjaardag. Ben maar klaar mee. Hey. En dan ga ik gewoon maar beginnen waar het nodig is. Het is een beetje het zwiepen met de staart. Nou, ik weet niet wat hier gaat gebeuren. En of ik het daarmee eens ben. Zo. Wat kom je doen? Kom je dichterbij zitten? Vind je het een beetje spannend? Hallo. Wil je liever zo liggen? We moeten echt even wat werk verzetten hier. Je bent hier niet voor niks. Niet alleen maar om te knuffelen. Dat vind ik wel heel gezellig. Hoe ga je liggen? Mag natuurlijk ook. Even het lekkere kattendrucks een beetje erbij. Hij schrijft nu aan, ik ga op deze kant liggen. Nou, dan beginnen we hier. Hé, hey, dat mag allemaal hoor. Geen probleem. En doen we eerst deze kant. Een beetje koelen tussendoor. Goed zo, schatje. Die doen helemaal fantastisch hoor. Je kroelen tussendoor. Ze vindt het echt spannend hoor. Nou, ik hou de spanning goed in de gaten. Ook de ademhaling.
Lekker een beetje kroelen tussendoor. Ze gaan nu echt helemaal op de zij liggen. Pootjes aan de zijkant. En dan zo heel voorzichtig gelijk de bikinilijn meenemen. Super zeg. Ziet het staartje een beetje gaan hier achter. Dat mag ook gewoon allemaal. Kijk eens wat we los hebben. Oep. Super. Nou, ik mag er eigenlijk gewoon gelukkig overal aanraken. Dus dat is heel positief. Wat jij? Hey. Dus we doen nu even een knuffelpauzetje. Ga je zo weer verder. Maar het gaat eigenlijk hartstikke goed.